Alle stille woorden die ik heb gekrijsd, wilden me niet horen, ze liepen weg van mij. Eindeloze vragen spookten door mijn hoofd, maar me zei je moet niet klagen, je bent gewoon gestoord. Want ik had toch wel alles, wat wilde ik meer? Hun woorden sloegen hard en opeens brak de veer. Net toen ik alles opgaf, vond ik plots gehoor. In plaats van de doodstraf kwam ik er weer door. Alle dagen leven. Zo zwaar gevoeld. Het leek of ik niet eens echt was ontwaakt. Ik had al zo lang gevochten en die strijd had me vermoeid. En het laatste beetje tegenslag had mij gekraakt. Oh, het leek alsof ik alles had, alsof de halve wereld mij aanbad. Maar van binnen voelde ik die helse pijn. Ik wou zo graag dat ik de noodrem zag, want mijn wereld draaide veel te hard. En daar wou ik nu heel even niet meer zijn. Toen greep ik naar mijn gsm, wat ik hoorde was een zachte stem. Ik had de eerste stap naar binnen.